Maar ik ben eigenlijk met China in contact gekomen door mijn vriendin, die sinoloog is, die daar een jaar gaan studeren is. En het was, ofwel ging ik naar daar vliegen, ondanks mijn grote vliegangst, ofwel ging het af zijn. Wat mij toen al opviel, is het feit dat mensen reageren op heel vreemde momenten tijdens een muzikale uitvoering. Momenten waarvan ik dacht van oei, nu gaat het te mis, oei, nu is het helemaal fout. Toen werden die dol en enthousiast. Dat waren dus blijkbaar momenten van virtuositeit. Ik ben toen ook in contact gekomen met een aantal, tussen grote aanhalingstekens, popmuzikanten. Waarvan een aantal mij wisten te vertellen dat de Beatles en Metallica dat eigenlijk juist hetzelfde was. Waarvan ze eigenlijk groot gelijk hadden, maar wat ik toen wel een rare statement vond. Ze hebben die grote sprong gemaakt in één keer, laten we maar stellen, tussen communistische volksliedjes, oude traditionele muziek en Metallica. En dan meteen verder gaan naar de meest weirde jazz, weet ik veel. Die hebben dat op zo'n korte tijd gemaakt dat dus eigenlijk een niet anders kan dan dat een Wild Wild East is nu. De Far West is very far, maar de Wild East is er nu. Ik denk dat daar nu die bom die daar nog altijd aan het groeien is, dat is niet normaal. Ik vind, als ik de titel van dit festival bekijk, Sounds from the Underground Beijing, dan denk ik dat een heel terechte titel is, omdat daar underground nog echt bestaat. Het heeft een grond waarin het kan underground zijn. Als wij hier over, laat ons maar stellen, Belgische underground spreken, dan moet ik hard lachen. Wat is Belgische underground? Dit is de Buddha-machine. En als bij wonder zag ik dat dus in het programma ook staan. De Buddha Drones. Het heeft iets wonderlijk, absoluut nutteloos. Dat maakt het al tot een fantastisch iets. Je kan ook de toon verhogen. Ja, je kunt er uren naar luisteren, het is altijd hetzelfde. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar live mee gaan uitvoeren. Dat weet je niet.